Hallo, ik ben Menno van Malt with Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over cirkeldiagram tekenen. In deze video ga ik laten zien hoe je een cirkeldiagram kunt tekenen. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Klas 4M heeft een tevredenheidsonderzoek gedaan. Nou, hier zie je de resultaten van het onderzoek. En het onderzoek gaat over in hoeverre leerlingen het naar hun zin hebben op school. Je ziet hier de verschillende opties voor de mening. En onderaan zie je hoeveel leerlingen voor iedere optie hebben gekozen. En de opdracht is: teken het bijbehorende cirkeldiagram. Nou, we gaan dus bij deze tabel een cirkeldiagram tekenen. En als je dat gaat doen, dan doe je dat altijd in drie stappen. En we beginnen met stap 1. En stap 1 is: bereken van ieder onderdeel het bijbehorende percentage. Nou, als je een percentage wil berekenen, moet je eerst even weten wat het totaal is. En voor het totaal moet je alle aantallen bij elkaar optellen. Dus dan doe je dit. En als je dat doet, dan kom je uit op 26. En dus waren er in totaal 26 leerlingen. En nu ga je per onderdeel berekenen welk percentage erbij hoort. En we beginnen even bij slecht. En bij slecht is het aantal 2. En we willen dan weten hoeveel procent is 2 van 26? Je kunt dat berekenen met behulp van een verhoudingstabel. We hebben dat al vaker gedaan. En die techniek gaan we hier gebruiken. Wat doe je dan? Bovenaan komt het percentage en onderaan komt het aantal. En de hele groep is 100%, dat zijn 26 leerlingen. Dus onder 100 komt 26. En wat willen we dan weten? Nou, we willen weten hoeveel procent hoort er bij 2. Dus aan het einde zit je bij aantal 2. We willen het percentage weten. Dus daarboven komt een vraagteken. Wat doe je nu? Nou, je gaat nu eerst van 26 naar 1 omrekenen. Dus hier zet je 1 neer. En we hebben dan eerder besproken. Hierboven komt zo meteen een comma-getal, dus daar komt een kruisje. Nou, als je van 26 naar 1 gaat, dan moet je delen door 26. En bij een verhoudingstabel geldt, wat je onder doet, doe je ook altijd boven. Dus aan de bovenkant moet je ook delen door 26. Dan doe je dus 100 gedeeld door 26. Daar komt een heel lang comma-getal uit en daarom schrijven we hier dat kruisje. Dan ga je van 1 naar 2. Nou, als je van 1 naar 2 gaat, dan doe je keer 2. Wat je onder doet, doe je ook boven. Dus dat hele lange comma getal van net doe je ook keer 2. En als je dat doet, dan kom je uit op wat hier moet komen te staan. En dat is 7,692, puntje, puntje, puntje. Nou, dit is het percentage dat hoort bij 2. En eerder hebben we geleerd, percentages doe je altijd in 1 decimaal. Dus we moeten dit afronden op 1 decimaal. Dat wordt dan 7,7. En dan ga je de tabel een beetje uitbreiden. En onder slecht maak je dan een nieuwe rij. En daar komt dan 7,7 procent. Dan hebben we het eerste percentage gevonden en dit ga je herhalen voor de andere drie percentages. Dus voor alle drie maak je zo'n verhoudingstabel. Je gaat op dezelfde manier uitrekenen welk percentage erbij hoort en de antwoorden zet je hier onderin neer. Dan krijg je deze percentages: 11,5, 61,5 en 19,2. En nu hebben we stap 1 afgerond. Dan gaan we naar stap 2 en bij stap 2 gaan we berekenen welke hoeken er bij de verschillende onderdelen horen. Want we gaan zo meteen een cirkeldiagram tekenen. Een cirkeldiagram bestaat uit allemaal hoeken. Die hoeken die noemen we sectoren. En als je die wil tekenen, dan moet je natuurlijk wel weten hoe groot de hoeken zijn. Hoe kun je dat berekenen? Nou, we beginnen met slecht. En bij slecht hadden we berekend, daarbij hoort 7,7 En als je dan de bijbehorende hoek wil weten, dan doe je het percentage altijd keer 3,6. Dus we doen 7,7 keer 3,6. En dan kom je uit op 27,72 graden. Nou, dit is een hoek. En hoeken mag je altijd afronden op gehele. Dus we maken daar dan van 28 graden. Hieronderin zet je dan bij hoek neer 28 graden. En dan heb je dus de eerste hoek gevonden. Dit doe je ook bij alle anderen. Dus bij gaat wel doe je dan 11,5 keer 3,6 is 41,4. En afgerond is dat 41 graden. Bij goed doe je. 61,5 keer 3,6. Dat wordt 221,4 graden. Oftewel 221. En bij erg goed doe je dan 19,2 keer 3,6. Dat is 69,12 graden. Dus afgerond 69. Je ziet dus, als je de hoek wil weten, dan doe je altijd het percentage keer 3,6. En je mag afronden op gehele. Dan krijg je dus deze hoeken. En nu hebben we stap 2 voltooid. Dan gaan we naar stap 3. En voor stap 3 heb ik de tabel een klein beetje aangepast en ik heb alleen even opgeschreven welke onderdelen nu echt belangrijk zijn. We hebben hier dus de meningen, we hebben de percentages en we hebben de bijbehorende hoek. En nu gaan we het cirkeldiagram tekenen en dan teken je eerst even een hele grote cirkel. Teken die cirkel even netjes met je passer en zet in het midden van de cirkel even een stipje. En dan teken je even met je geodriehoek een lijn recht omhoog naar de rand van de cirkel. En nu gaan we de eerste hoek tekenen. Nou, de eerste hoek is 28 graden. Dus dan leg je je Geodriehoek op deze manier neer met de 0 bij het stipje in het midden en met deze kant langs de lijn. En dan zoeken we 28 graden en dan kijk je hier even aan de binnenkant. En 28 zit dan ongeveer hier en daar zet je dan een stipje. Nou, dan ga je vanuit het midden een lijn tekenen door dat stipje naar de rand van de cirkel. Dan kun je als je wil dat stipje weer even uitgummen en dan heb je dat eerste stukje gevonden. Dit is dus een hoek van 28 graden en dit noemen we de eerste sector. Nou, dan gaan we verder. We gaan naar de tweede sector, die is 41 graden en eigenlijk doe je dan hetzelfde. Je legt dan je geo op deze manier neer, dus met de 0 in het midden en weer langs de lijn van de hoek en dan zoek je 41 graden. Nou, we kijken weer bij de kleine getallen in het midden. Hier heb je 40, dus iets verder is 41 en dan zit je ongeveer hier. Dan teken je weer een lijntje. Als je wil kun je het stipje uitgummen en dan heb je de tweede sector gevonden. De derde is wat lastiger. Die is namelijk 221 graden en dat staat niet op je geodriehoek. Wat doe je dan? Nou, zoals je misschien wel weet, is een rechte lijn een gestrekte hoek en die is altijd 180 graden. En als je van 221 180 graden afhaalt, dan hou je 41 graden over. Wat doen we dan? Nou, we leggen dan onze geo op deze manier neer. Dan hebben we hier dus een rechte lijn, die is 180 graden. En dan hoeven we vanaf hier alleen nog maar 41 graden te meten. Nou, 41 vind je zo en hier zit 40, dus één stipje verder zit dan 41. En als je dan dit lijntje tekent, dan heb je hieronder een hoek van 221 graden. Want de rechte lijn was al 180, daar moest 41 bij om op 221 te komen. Dat is dit stukje, dan gummen we het stipje uit. En dan is dit dus de hoek van 221 graden. Nou, deze hoek is automatisch 69. En nu hebben we dus alle sectoren getekend. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. We moeten namelijk nog een paar kleine dingen aan ons cirkeldiagram toevoegen. Het eerste wat je nog even moet doen is aangeven welk percentage bij welke sector hoort. Dus je gaat in iedere sector even het bijbehorende percentage noteren. Je kunt dat gewoon overnemen uit de tabel. Ik heb hier de percentages ingevuld. En dan krijg je dus dit. En verder moet je ook even een legenda maken. En de legenda geeft aan welke sector bij welke mening hoort. En als je een legenda wil maken, dan is het wel handig om alle sectoren even een eigen kleurtje te geven. Ik heb dat hier gedaan. En dan maak je op deze manier de legenda. Je zegt dan: bij groen hoort slecht, bij paars hoort gaat wel, bij blauw hoort goed en bij rood hoort erg goed. Dit is dus de legenda. En nu kun je heel makkelijk opzoeken welke mening bij welk stukje hoort. Dan gaan we naar het laatste onderdeel van het cirkeldiagram, en dat is de titel. Je moet boven een cirkeldiagram altijd even een titel neerzetten. Nou, de titel stond ook boven de tabel. Die is Naar je zin op school. En verder moet je bij de titel ook even aangeven hoeveel personen je hebt ondervraagd. Dat waren er 26. Dat heb ik hier neergezet. En nu is de tekening helemaal perfect. Dus wat hebben we gezien? Als je dus een cirkeldiagram gaat tekenen, dan moet je altijd drie stappen zetten. Stap 1 is bereken de percentages. Stap 2 is bereken de hoeken. En stap 3 is teken het diagram. En vergeet bij het tekenen van het diagram niet te letten op al die kleine dingen. Dus de percentages, de legenda en de titel. En dan heb je deze vraag helemaal netjes uitgewerkt. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken! Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Malt met Menno.